Al de hele week liepen we er warm voor. Zaterdag zou het gaan sneeuwen. Maar zien is geloven, dus eerst even langs bij Rijnmond Weerman Ed Alders. Om te kijken of het echt waar is. Het Europees weermodel kan je heel goed de sneeuw aanzien komen. En die geeft dus echt sneeuwval, kijk. Alles wat paars is, is sneeuw. Ja, geweldig. Nu maar op naar de sneeuw, Jacco. Oké, naar buiten dus, om echt van de sneeuw te genieten. En dat deden veel mensen. Deze foto's kregen we binnen bij Rijnmond. Ondertussen is onze weerman ook aan het genieten. Hoe zijn we in de sneeuw? Je kan zo wel een klein sneeuwpopje maken natuurlijk, hè? Kijk, dan is dit het lichaampje. Kijk. Hoppajee. Ja, dus je hebt wel een klein sneeuwpopje. De eerste. Maar wat is er nou eigenlijk zo leuk aan sneeuw? Die sneeuw, ja, omdat het zo weinig voorkomt in Nederland. Ja, is het gewoon bijzonder om mee te maken. En ja, vanaf mijn geboorte ben ik al gefascineerd door sneeuw. Wat is er nou zo leuk aan de sneeuw? Nadat je sneeuwballengevecht kan doen. En je kan skiën. En het kon niet zo vaak koren. Nee. Wat er zo leuk aan is? Nou, gewoon ouderwets met de honden even lopen, lekker door de sneeuw. En de honden hebben daar meer fun in dan ik, hoor, moet ik je vertellen. Ja, en nu? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het landschap. Het is prachtig nu. Sneeuw en ja, lekker. Heerlijk. Het is gewoon lekker om er even uit te zijn in deze tijd. Lekker buiten wandelen. Maar is het dan de sneeuw onder je voeten? Of, ja, dat knisperende geluid inderdaad wat je nou hoort, dat vind ik altijd heel prettig. En vooral als er nog geen voetstappen opstaan, dat maagdelijke. Voordat de boel was weggesmolten, werd er tot 's avonds laat genoten van deze eerste sneeuw van het jaar. Maar volgens Ed kan het zo weer gebeuren. En misschien is het wel een voorproefje voor meer, want februari heeft de meeste sneeuwdagen. Dus wie weet wat we allemaal nog gaan krijgen.